বাচ্চারা উঠো, সবাই উঠো, তাড়াতাড়ি উঠো, ঘুম থেকে উঠো। In dit opvangcentrum in Bangladesh vouwt de 13-jarige Poppy keurig haar slaapdekentje op. Poppy leeft hier dankzij plan in veiligheid, samen met andere hele jonge meisjes die op straat woonden, drugs gebruikten en om aan eten te komen hun lichaam moesten verkopen. Voor Poppy was het leven tot voor kort echt een boos sprookje. Poppy hoeft haar ogen maar te sluiten en terug te denken aan het treinstation van Kamp Lapoer. Wanneer de nacht valt, gaan de straatmeisjes die daar rond het treinstation leven op zoek naar de mannen. De meisjes verkopen hun lichaam, niet omdat de meisjes dat graag willen, maar omdat zij niet anders kunnen. Omdat er niemand is die van hen houdt of voor hen zorgt. Geloof het of niet, maar boze sprookjes veranderen soms in mooie. Ook nu komt Poppy regelmatig op het treinstation. Nu zoekt Poppy samen met haar vriendinnen uit het opvanghuis naar straatmeisjes die bij het station leven, net zoals zij vroeger. En ze brengt deze meisjes naar het centrum van Plan Nederland, waar zij een vrolijker leven krijgen in een veilige sfeer en aan een betere toekomst kunnen bouwen. Voor Poppy is het sprookje uitgekomen, maar voor veel van haar vriendinnetjes nog niet.